Hier zijn we weer. Ik ben eens benieuwd hoe dat interview gaat aflopen, want er gebeurt nog wel van alles hoor. We zijn nog niet begonnen. Sir David keek naar zijn notities. Straks zullen we het hebben over het heikele onderwerp dakloos zijn. Meneer Stink stak zijn hand op. Ja, meneer Stink. Zou ik eventjes naar het toilet mogen gaan, Sir Duncan? Nu lachte het publiek nog harder. Ik had moeten gaan voor we begonnen, maar ik had de make-up dame gevraagd mijn haar onder handen te nemen en dat duurde wel een eeuwigheid. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het resultaat schitterend. Ze waste mijn haar en blies het droog. Ze wreef er zelfs iets in wat ze gel noemde, maar daardoor kon ik dus niet meer gaan plassen. Ja, natuurlijk, als u moet. Ga dan maar. Dank u zeer vriendelijk. Meneer Stink stond op en hij begon naar de coulissen te lopen. Het zal wel niet lang duren. Ik denk dat het maar een kleine boodschap is. Ja, nu gierde het publiek natuurlijk uit. En in het kamertje met de oude chips en de televisie zaten Chloe en pap ook te lachen. Chloe keek naar Annabel. Die probeerde niet te lachen, maar er dreigde toch een glimlach door te breken. Mijn excuses, riep meneer Stink en hij holde naar de andere kant. Men zegt me daarnet dat het toilet de andere kant op is. Ja, en daarom vind ik dat er een avondklok ingesteld moet worden voor iedereen die jonger is dan 30 jaar. Moeder komt nu echt op dreef. Ze glimlachte toen heel wat 30-plussers aarzelend in hun handen klapten. Ze moeten allemaal uiterlijk om 8 uur in bed liggen. Sorry dat ik zo lang weg geweest ben. Meneer Stink kwam op zijn gemak terug naar de tafel. Ik dacht dat het een kleine boodschap zou zijn, maar toen ik daar stond, ja, dan voelde ik een grote opkomen. Het publiek barstte in lachen uit. Sommige toeschouwers begonnen zelfs opgetogen te applaudisseren nu het ernstig programma afzwakte tot een discussie over de toiletgewoonte van de oude zwerver. Ja, ik bedoel, meestal doe ik mijn grote boodschap 's ochtends tussen 7 minuten over 9 en 8 over 9, maar voor ik de setup kwam, heb ik achter de schermen een broodje en een eitje gegeten. Ik weet niet of u voor de broodjes gezorgd hebt, Sir Derek. Nee, ik hou mij niet zo hard bezig met de broodjes, meneer Stink. Kunnen we nu misschien alsjeblieft terugkeren naar de vraag over de avondklok voor jong? Begrijp me niet verkeerd. Het was een heerlijk broodje, zei meneer Stink. Maar van een ei moet ik wel eens nodig. En soms is er dan haast bij, zeker op mijn leeftijd. Hebt u dat probleem soms ook, Sir Doris? Of hebt u nog het achterste van een veel jongere man? Opnieuw overspoelde een grote golf van applaus op de set. In de kamer met de oude chips lachte zelfs Annabel nu mee. We zijn hier aan het discussiëren over ernstige hedendaagse problemen, meneer Stink, vervolgde Sir David. Hij zag nu bijna paars van woede. Want zijn ernstige, saaie politieke programma dat hij al 40 eentonige jaren gepresenteerde, begon steeds meer te lijken op een humoristische show met een oude zwerver in de hoofdrol. Maar het publiek genoot er met volle teugen van. Ze waren het er duidelijk niet mee eens dat Sir David terug naar politieke onderwerpen wilde. Hij keek even ijskoud naar de toeschouwers en wendde zich toen weer tot de nieuwe ster van de show. En mijn naam is Sir David, niet Sir Derek of Sir Doris, Sir David. Dan zullen we nu het onderwerp daklozen aansnijden, meneer Stink. Ik heb hier cijfers waaruit blijkt dat er tegenwoordig in het Verenigd Koninkrijk meer dan 100.000 daklozen zijn. Waarom leven er volgens u zoveel mensen op straat? Meneer Stink schraapte even zijn keel. Wel, als u het me niet kwalijk neemt, zou ik durven te beweren dat het probleem gedeeltelijk het gevolg is van het feit dat we als cijfers beschouwd worden en niet als mensen. Het publiek applaudisseerde en Sir David boog naar voren. Misschien was meneer Stink toch niet zomaar een clown, zoals hij gedacht had. We hebben allemaal verschillende redenen om dakloos te zijn, vervolgde meneer Stink. Iedere dakloze heeft zijn eigen verhaal. Misschien moeten de toeschouwers hier en de kijkers thuis de daklozen in hun eigen stad niet voorbij lopen, maar eens aanspreken. Misschien zullen ze het dan wel begrijpen. Het publiek applaudisseerde nu nog harder. Maar ineens kwam mevrouw Kruimel ertussen. Ja, dat is precies wat ik gedaan heb, riep ze. Op een dag bleef ik gewoon
aan om wat bij te praten tegen deze zwerver en toen vroeg ik om bij ons te komen wonen. Ik heb altijd eerst naar anderen gekeken en dan pas naar mezelf. Dat heeft me altijd ongeluk gebracht. Met het hoofd in de nek glimlacht ze naar het publiek alsof ze een uit de hemel neergedaalde engel was. Nee, zo is het niet gegaan, nietwaar? Mevrouw Kruimel, zei meneer Stink. En er viel een stilte. Moeder staarde meneer Stink ontzet aan. De toeschouwers schoven opgewonden heen en weer op hun stoel en pap, Annabel en Chloe bogen naar het tv-toestel toe. Zelfs de snor van Sir David trilde vol verwachting. Ik weet niet wat u bedoelt, mijn dierbare vriend, zei mevrouw Kruimel ongemakkelijk. Wat denk ik van wel, zei meneer Stink. U weet best dat u het niet was die mij vroeg om bij u te komen wonen. De ogen van Sir David begonnen te glanzen. Wie heeft het dan wel gevraagd bij de Kruimels te komen wonen, mevrouw, meneer Stink? Vroeg hij weer helemaal in zijn gewone toon. De dochter van mevrouw Kruimel, Chloe. Ze is nog maar 12, maar echt een geweldige meid. Ze is nog, ze is een van de liefste, vriendelijkste mensen die ik ooit ontmoet heb. Zijn woorden overdonderden Chloe. Iedereen in het kamertje met de oude chips keek naar haar. Ze werd vreselijk verlegen en verborg haar gezicht in haar handen. Pap klopte haar trots op haar rug. Annabel, die deed alsof het haar niet interesseerde. Ze pakte nog een oud chipje. Ja, ze zou eigenlijk hierheen moeten komen en een buiging moeten maken, zei meneer Stink. Geen sprake van, snauwde moeder. Tja, mevrouw Kruimel, ik denk dat we dat fantastische meisje allemaal wel eens willen zien, zei Sir David. Het publiek applaudisseerde voor dat voorstel. Maar Chloe, die zat als lijm aan de stoel gelijmd. Ze kon niet eens voor haar klas iets zeggen. En ze wilde dus heel zeker niet voor miljoenen kijkers op het scherm komen. Wat kon ze zeggen? Wat kon ze doen? Ze had er geen idee van hoe ze zich eruit zou kunnen redden. Het zou ongetwijfeld het pijnlijkste moment van haar leven worden. Nog pijnlijker dan toen ze in het talenpracticum haar macaroni met kaas over de jurk van juf Sprot overgegeven had. Maar er werd alsmaar harder geapplaudisseerd. En uiteindelijk nam papa haar hand en trok hij haar zachtjes overeind. Je bent verlegen, hè? Fluisterde hij. En ze knikte. Dat is helemaal niet nodig, liefje. Je bent een geweldige meid. Je zou trots moeten zijn op wat je gedaan hebt. Kom maar mee en geniet van je moment in de schijnwerpers. Hand in hand liepen ze door de gang naar de set. Net buiten het bereik van de camera's liet pap haar hand los. En hij glimlachte haar bemoedigend toe. Toen ze in het licht van de schijnwerpers verscheen, applaudisseerde het publiek uitbundig. En meneer Stink keek haar stralend aan en ze probeerde stralend terug te kijken. Moeder was de enige die niet applaudisseerde. Chloe's ogen gleden vanzelf naar haar toe. Ze probeerde haar blik op te vangen, maar moeder wendde met een ruk haar hoofd af. Daardoor voelde Chloe zich nog ongemakkelijker. Ze probeerde een reference te maken, maar ze wist niet goed hoe dat moest. En ze rende van de set weg, terug naar de veilige beslotenheid van het kamertje met de oude chips. Wat een aardig kind, zei Sir David. Nu heb ik pas echt een vraag voor u, mevrouw Kruimel. Waarom loog u? Gewoon maar vanwege uw eigen politieke ambitie? Moeders politieke rivalen keken naar haar en deden afkeurend. Alsof zij nooit iets onfatsoenlijks zouden doen. Moeder begon te transpireren. En haar haarlak begon te smelten en haar make-up liep langzaam over haar gezicht. Pap, Chloe en Annabel zagen dat ze wel in de grond kon kruipen, maar ze konden haar niet helpen. Ja, niemand zou die oude zwerver in huis willen, riep ze uiteindelijk. Kijk naar hem! En de kijkers thuis, die kunnen hem niet ruiken. Maar geloof me maar, hij stinkt. Hij stinkt naar vuil en zweet en poep en vijver en hond. Ik wou dat die stinkende stinker voorgoed uit mijn huis zou verdwijnen met zijn stank. Iedereen zweeg even geschokt. En toen begon het publiek te joelen en te jouwen, steeds harder.
En moeder keek in paniek naar de boerroepende toeschouwers. En op hetzelfde ogenblik zakte haar kapsel ineen. Hoe gaat ze zichzelf daaruit redden? Volgende keer.